Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi is nog steeds ziek. Gisteravond zijn we eigenlijk de hele tijd al met hem bezig geweest. Vannacht ook. Dus ja, het was een topnacht. Vooral voor Niels. We gaan zien hoe het verder loopt. Hij heeft ook het lijken op. Ja, alsof hij in de brandnetels heeft gestaan of zo. Daar lijkt het op. Dat is de uitslag die hij heeft. Dat zie je ook op zijn handjes. Daar zie je het ook op. En op zijn buik en op zijn wangen. En nou, dat zie je daar allemaal op. Hoe je roodvonk eigenlijk kan herkennen is alsof je zeg maar... die kindjes, als ze onder narcose gaan, dan krijgen ze zo'n kapje op. Nou, zo moet je het eigenlijk zien. Hier zit dan een soort van kapje. Dus gewoon normaal huidskleur. En dan daar begint het rood. Daar kun je het blijkbaar aan herkennen, zei de huisarts gisteren. En ja, de uitslag. Hij lijkt wel keelpijn te hebben. Dat is ook een symptoom. Het is zoals het is. Ik heb zo dadelijk een gesprek voor Liam, want de logopedist van Kentalis die is hem aan het bekijken, zeg maar. Niels die is daar dan en die belt mij op, zodat ik bij dat gesprek ben. Want ik kan niet met een kind die zo eraan toe is, daarbij gaan zitten. Dus ja, dat. Maar ik wilde per se dat dit doorging. Heb ik vanochtend ook gezegd op school. Ik wil dat dit doorgaat. Ik zeg dus, hoe je het ook bent of keert. Ja, we gaan het op deze manier dan doen. En daar waren ze het mee eens. Waren ze ook blij mee dat ik daar zo naar handelde. Dus ja. Maar ik baal hier wel van, hoor. En er komt gewoon geen eind aan. Ik ben gewoon op. Dus ja. En ik heb ook echt daadwerkelijk het idee dat ik even moet gaan stoppen met vloggen. Maar daar ga ik nog eventjes over bedenken hoe ik dat wil doen. Nou hebben we net ook een gesprek gehad over Liam. Met de logopediste van Kentalis. En zij zegt in principe ook van Liam zit daar niet op zijn plek. Volgende week hebben we intake van Liam bij Kentalis en een audiologisch onderzoek. En zij zegt ook van ja, in principe moet Liam gewoon naar een klasje waar hij wel krijgt wat hij nodig heeft. Ze ziet in het gedrag van Liam dat hij gewoon in principe, hij komt wel verder, maar niet goed genoeg. En gebaren was echt, dat ze zei, dat doen jullie echt super, dat jullie ermee bezig zijn. Ook het schooltje waar Liam zit is daarmee bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor hun als juffen, et cetera. Dus... ze denken allemaal met ons mee. Daar hebben we gewoon echt geluk mee. En ze willen ook het beste voor Liam. En ja, we hebben gewoon geluk dat we wat dat betreft goede hulp hebben. Ik heb een strijd geleverd. Ik heb hier iemand slapen. Mensen die zeggen, Mandy, ga rust nemen. Ik zou wel willen, maar wakker slaapt wakker. En ik moet nu eten gaan koken. Oh, en ik ben ook de vlog aan het uploaden. Rust nemen. Jordi ligt te slapen. Ja, zoals jullie zagen... ik zeg nou elke keer van het wordt me gewoon te veel, het wordt me dit, het wordt me dat. Maar het is niet bijvoorbeeld de wortel die ik nu aan het snijden ben wat te veel wordt. Het zijn niet de luiers die ik moet verschonen dat te veel wordt. Wat gewoon te veel wordt is alles in één. We zijn momenteel bezig met Liam en met Kentalis. We hebben vandaag een gesprek gehad dan.
Je moet je elke keer voor zo'n gesprek moet je, eigen gewoon opladen. En moet jij, ondanks dat ze gewoon heel meewerkend zijn, hè, en dat is het echt niet, hè, waar Jordi of waar Liam op school zit. En de logopedisten die Liam vandaag geobserveerd heeft, waren zo lief. En ze zijn echt op de school van Liam meedenkend. En ze willen echt helpen. En, maar je laat je eigen op voor zo'n gesprek. En vervolgens heb je die onderlading. Nou zou dat gesprek eigenlijk vorige week zijn. Dus je hebt je eigen nu 2 keer voor zo'n gesprek opgeladen. Zo moet je het eigenlijk zien. Nou is het niet zo dat ze ons niet serieus nemen. Want wat wij dachten... ook wel bevestigd. Waar wij, hoe wij erover denken, hebben ze ook bevestigd. Ze waren wel heel verbaasd dat wij Liam zo goed kennen. Ja, dat komt omdat we Jordi hebben en dat we gewoon heel realistisch daarin zijn. Wij zeggen het ook gewoon zoals het is. En dat heb ik het liefste. Maar dat kost wel energie. Ik moest even mijn wortels aanzetten. En ondertussen natuurlijk eentje pikken. Ik hou liever namelijk van rauwe wortels als gekookte wortels. Maar dat maakt niet uit. Jullie gingen er ineens vandoor. Hoe dan? Maar goed. Ik zal jullie even meenemen. Want ik ben ondertussen ook aan het uploaden. Even kijken hoe ver dit allemaal is. Zoals ik al zei, het is niet de ene wortel. Het zijn niet die... die luiers die ik verschoon, et cetera. Dat is het allemaal niet. Het is gewoon echt alles bij elkaar. We zijn nu met zoveel verschillende dingen bezig. Liam, Jordi, bed voor Jordi. Iedere keer weer een ziek kind. Ik heb nog geen 5 minuten per dag voor mezelf. Of er staat een kind langs me, bij me, roept een kind me, et cetera. Oh jee, ik heb weer auteursrechtenclaim, omdat juf Roos deze zingen. En ik kan dat voor Jordi niet afzetten. Maar hey, ik verdien hier niks mee, dus... je doet maar. Maar dat maakt niet uit. De reden dat ik gewoon even een tijdje wil stoppen, is gewoon alles bij elkaar. Wil ik heel lang stoppen? Nee. Nee. Ik wil gewoon even rust. Ik wil gewoon even rust. Even geen moed. Ik moet zoveel. En dit is niet verkeerd bedoeld wat ik zeg, hè? Maar ik ga mijn eigen de plicht opleggen om te uploaden. Ik ga mijn eigen de plicht opleggen om te filmen. Ik ga mijn eigen de plicht opleggen om te editen. Ik ga mijn eigen de plicht opleggen om mijn kinderen naar school te brengen. En dat is een plicht. Dat zijn plichten. En als jij lichamelijk gewoon niet mee kan, zijn die verplichtingen die je onder andere jezelf oplegt. Of de verplichtingen die belangrijk zijn, zoals de kinderen naar school krijgen, mits ze niet ziek zijn natuurlijk. Dan heb je de plicht om ze gezond te houden, om ze blij te houden, om ze gelukkig te hebben, et cetera. Het hele ding is, ik ga mijn eigen van heel veel dingen een plicht maken. En de plicht voor mij om een YouTube filmpje te maken, die is er. En daar heb ik het niet over zozeer het filmen. Want het filmen, dat heb je je telefoon bij de hand en je pakt je telefoon en je filmt. Maar dan moet je het nog editen. En dan moet je het nog uploaden. En dat zijn plichten voor mij, momenteel.
En als jij lichamelijk op dit moment, zoals ik mijn eigen voel, zou zitten, dan kun je dat bijvoorbeeld al niet bij hebben. Zoals heel veel weten, ik heb fibromyalgie. En die heeft momenteel de overhand. En dat wil ik niet. Daarom ga ik ook naar de huisarts. Om hierover te hebben en wat we eraan kunnen doen. Maar momenteel heeft die echt de overhand. En dat begint mij op te breken. Ja. En dat wil ik niet. Maar het gebeurt wel. En mijn kinderen mogen daar niet onder lijden. Dus dat ik daar ook iets mee doe. Dit is ook bekend bij meerdere partijen, et cetera. Dus het is niet zo dat ik daar niks nooit niet over zeg. Maar het sjouwen met Jordi bijvoorbeeld is gewoon echt een dingetje aan het worden. En ja, hij wordt zwaarder, dus het is logisch. Maar mijn lichaam lijdt daar gewoon onder. Dus ik moet met de huisarts eens gaan kijken wat verstandig is. En dat ga ik donderdag doen. Ik moet Jordi wakker krijgen. Hij wil niet wakker worden. Even juist een filmpje zoeken. Wacht even. Dan wordt hij wakker. Dan is hij wakker. Hoppakee. Joef aan de kant. Zo doen we dat. Ik ben heerlijk muziek aan het luisteren. Even om rustig te worden. Ik heb vanochtend Liam naar school gebracht. En Jordi en Sam natuurlijk meegenomen. Dit is zijn huid nu. Het is echt, het is net een cactus af en toe. Maar goed, hè, prima. Het is zoals het is. Sam en Jordi zijn fruitje aan het eten. En ik heb eindelijk fruit dat ik naar binnen krijg. Mango. Aardbeidje moet hij niet. Kiwi moet hij niet. Appel moet hij niet. Ik heb eindelijk dat mango. De onderdirecteur van de Bambix-bende hebben we alweer opgehaald. Die ligt hier lekker, heeft gegeten, heeft gedronken. Gegeten, gedronken. En die boven ligt ook gegeten, gedronken. En nu is het even rust tijd. Ik dacht dat ik rust ging krijgen. Rust. Dat ben jij en dat ben ik. Kiekeboe. Yay! Goed zo. Zeg kiekeboe. Kiekeboe. Yay! Kiekeboe. Kiekeboe. Yay! En die andere ligt boven te slapen. Even rust. Toevallig belde net de kinderarts op. Er stond nog een belafspraak van, even kijken hoe en wat. Die had eigenlijk niet meer hoeven te staan, maar ik stond nog steeds op een lijstje. Dat is nooit afgezegd. En dat is in dit geval ook niet erg, want ik zei dus, ja, Jordi heeft roodvonk en het gaat niet beter of zo. Het zou beter moeten, verbetering moeten geven, maar het is nog steeds niet zo. En toen zei ze van, nou, zegt ze, dan denk ik dat hij wel een antibioticumkuur nodig heeft. Hij heeft natuurlijk nu een onderhoudskuur, maar dat is dan gewoon niet voldoende voor hem om te beteren. Dus ze zegt, ik wil eigenlijk dat de huisarts even meekijkt. En dat gaat de huisarts nu ook doen. Morgen word ik gebeld door de huisarts. En ja, ik ben net dokter Anders en Jordi natuurlijk. Er zit geen verbetering in, et cetera. Dus de assistente zei ook al van, ik denk dat de huisarts dit wel op een afstandje kan.
beoordelen. Dus dat. Ja, dus ik word morgen gebeld door de huisarts. Misschien dat hij nog antibioticum krijgt. Nou, dat weer. Ik heb warm. Dus ik heb mijn trui even uitgedaan. Jordi heb ik inmiddels wakker. Die heb ik er nog niet. Maar als ik die ga wakker maken, dan moet ik op een rustig moment doen en ik ben eten aan het maken. Hi Jordi. En volgens mij heeft hij weer koorts. Dus ja, dat. Sam zit daar. Jordi zit hier. Hi jongen. Hoi. Oh, oké. Okay. Ben je blij? Ja, we gaan het zien. Wat me wel opvalt is dat als hij geslapen heeft, zijn wangen iets minder rood zijn dan door de dag heen, zeg maar. Dus ik weet het gewoon echt niet. En dat heb ik ook gezegd tegen de kinderarts en ook tegen de assistent van huisarts. Ik zeg, ik weet het niet. Ik ben niet bekend hiermee. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik weet niet waar ik aan moet denken, et cetera. Dus ja. Er zit rundergehakt in en champignons, een bakje. 500 gram rundergehakt en champignons. Dan gaat er deze bij. Deze zijn nou ook in de aanbieding. Als jullie dit zien, dan zijn ze niet meer in de aanbieding. Dan gaat deze er dadelijk op. Dan pleur ik er nog wel Italiaanse kruiden overheen en dan doe ik even proeven. En dan pas ik het een beetje aan op de smaak die ik op dat moment heb. En dan ga ik rijst koken en de macaroni voor de kinderen. En dan als Niels thuis is, kook ik de macaroni voor ons, want dat is lekker. Dus, dat is wat ik ga maken. En dan ziet het er zo uit. Zo. Ik heb nog geen kruiden erin gedaan. Ik heb 2 van deze erin gedaan. Lekker. De reden dat ik 2 van die erin doe, daar zit al ui, frito, daar zit al ui en knoflook in en de hele shizzle. Dus daar hoef je dan niet zoveel aan te doen qua smaak. Dus dat is positief. Ik ga heel even proeven in welke trant ik het dan wil, zeg maar. Ik heb wel een idee. Ik heb jullie even zo neergezet. Ik heb hier de Italiaanse kruiden. Deze komen dan van de Lidl af, maar je kan ze van elk merk hebben hoor. Ze zijn eigenlijk allemaal wel hetzelfde. Ik vind dat zo lekker ruiken, hè? Dat is ook lekker op een tosti of zo. Maar goed, hoeveel gaat erin? Ja. Doe maar wat. Doe gewoon wat jij denkt dat lekker is en wat goed is. En er mag natuurlijk wel wat smaak aan zitten qua Italiaanse kruiden. Dus gewoon doe wat. Doe iets. Verzin iets. Dan laat je het even, als je doorgeroerd hebt, eventjes pruttelen. En wat ik meestal nog doe is het volgende. Ik heb nog een beetje nootmuskaat, doe ik er een beetje in. Niet te veel, want het moet echt niet naar nootmuskaat smaken, maar het moet gewoon net die hebben. En dan wat paprika poeder, doe dat naar je hart, hoe je het wil. Peper. Zo, dit weer even goed mengen. Let niet op mijn kipfiletjes, want dat is gewoon loszittend huid, kan ik niks aan doen. Dus dat. Wat je ook nog kan doen, is suiker erbij doen, dan wordt die zoeter. Maar daar heb ik geen zin in. Dan ga je het weer proeven. Oh ja. Alles zit er goed genoeg in. Even met wat gehakt erbij, hè. Een hele goede morgen. We hebben vanochtend Sam naar schooltje gebracht. Liam is nu thuis. Hij heeft nu net zijn fruitje. Ik heb even
Uno fruitsalade gemaakt voor meneer. En voor die een andere meneer ook. Kijken of dat het trucje weer gaat lukken wat ik gisteren heb gedaan. Ja, over pakweg anderhalf uur moeten we Sammy alweer ophalen. Nou ja, kijken hoe alles zit. De wangen van Jordi zijn iets minder aan het worden. Hij heeft nog wel verhoging, want ik heb verhoging gemeten vanochtend. Zijn huid zelf, zeg maar, is nog echt wel slechter aan toe. Hij heeft ook echt jeuk aan, laat hij ook echt zien. Dus ja, we gaan het zien. Hij tandenknarst ook heel veel. Dus ik weet niet hoe dat het loopt. We gaan het zien. Ik ga even een fruitje geven. Dit heeft Liam ook, maar Liam heeft ook nog druifjes bij. Ik heb Sam opgehaald. En het gaat niet goed met Jordi. Ik heb net ook de huisarts gesproken. Ze gaan alvast een brede antibioticumkuur inzetten. Ik moet heel straks gauw halen naar zijn werk. Ze wilde eigenlijk dat ik vandaag ook kwam met Jordi. Maar ze snapt ook wel dat ik nog twee andere kinderen heb. En dat het niet allemaal lukt. Morgen moet ik om 1:30. Ik moest sowieso voor mezelf naar de huisarts. Maar ze heeft de afspraak eerder gezet. Zodat ik met Jordi ook naar de huisarts kan. En op dit moment zit hij tegen de 40 graden aan. Ik ga hem nu ook niet filmen. Hij ligt hier naast me. Te rillen. Ik heb hem gedwongen paracetamol toegediend. In zijn mond. Want hij mag het alleen maar vloeibaar. En ja. Ze willen dingen uitsluiten. Want ze zegt, misschien is het wel niet alleen dat. Dus. Ik heb Jordi's koorts zo ver omlaag gekregen. En ik heb gelukkig paracetamol en eten en drinken bij hem naar binnen gekregen. Gelukkig. Het ging niet allemaal van een leien dakje, maar het is me wel gelukt. Ik heb poffertjes gegeven vandaag, omdat ik weet dat ze dat lekker vinden. En ik moet toch dingen vinden met de meeste kans wat ze eten, toch? Dus in ieder geval Jordi, wat Jordi gaat eten. Dus, en als Jordi poffertjes krijgt, krijgt de rest ook poffertjes. Dat is bij mij een regel. Niels is nu bij de apotheek en die zal zo wel thuiskomen. Voor de antibioticumkuur van Jordi op te halen. Jordi is echt nog steeds niet lekker, maar ik heb wel het idee dat de paracetamol nu werkt, gelukkig. Dus dat is goed. Ja, en dan gaan we daar de kindjes douchen. En dan zien we wel hoe en wat. Sowieso gaan we eten nadat de kinderen op bed liggen. Want ik wil rust met eten. Ik ben even klaar. Met kinderen. Mag. Een hele goede morgen. Jordi is nog steeds thuis. De antibiotica lijkt aan te slaan. Het kind ziet er echt een stuk beter uit. Hij heeft zelfs een bril op. Heeft hij al, weet ik het, hoe lang niet gewild. Dus dat is top. Dus de antibiotica doet wel degelijk iets. Maar ja, we gaan straks toch even naar de huisarts. Even bevestiging. Hè? Niels die is nu Liam halen van schooltje. Want Liam die was op school. Die is niet slim. En dan gaat Sam daar naar bed. Jordi weet er niet wat we ermee mee doen. Dan kijken we even hoe dat hij is. Maar hij lijkt een stuk blijer en een stuk vrolijker, opgewekter enzovoort. Dus ja, we gaan het zien. En we gaan straks natuurlijk even dan naar de huisarts. Ook voor mezelf. Papa heeft Liam opgehaald. Joef, ga naar de gang. Papa heeft Liam opgehaald. En Liam was verkleed vandaag. Want ze hebben de hele week carnaval op schooltje. En ze hebben hem mogen sminken. Wauw, wat ben je mooi. Die zelf even kijken. Ga kijken. Wauw. Wat mooi. Een lekker ding. Wat mooi. Is het mooie, Sam? Ja. Oh, was aan boer. Wat ben je mooi. Voor Niels heb ik een kaasbroodje, een kroketbroodje en iets van een satébroodje.
Ik heb een half kaasbroodje van Niels mogen pakken. En ik heb voor mezelf bagels met roomkaas. En ik heb er tomaat en komkommer op gedaan. Ik ga even lekker op mijn gemakje smullen. Daarna kleren pakken voor Jordi. En dan moet ik om 1:30 alweer bij de dokter zijn. Ik ben met Jordi bij de huisarts geweest. En het is echt roodvonk. Hij heeft natuurlijk nou die antibiotica. Hij is nu koortsvrij, momenteel. Hij mag ook geen koorts meer krijgen, want dan moet ik acuut bellen. Want dan gaan ze verder onderzoek doen. Want als hij nu weer koorts krijgt, dan doet de antibiotica niks. En dan kan het iets anders zijn. Ik weet ook wat ze hebben gezegd, maar dat ga ik je verder niet noemen. Als het dat zou zijn, dan zou het niet goed zijn. Maar goed, hè, prima. Laten we hopen dat het daarbij blijft. Ik heb weer een zorgpuntje erbij. Ik ben voor mezelf ook bij de huisarts geweest. Ik heb op dit moment even wat zwaardere pijnstilling. Totdat het hier allemaal eventjes wat rustiger wordt met ziek zijn voor de kindjes. En dat ik gewoon zelf lichamelijk gewoon een beetje weer... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Dat ik weer een beetje Mandy kan zijn, zeg maar. Dat ik weer dat de pijn op de achtergrond gaat en niet op de voorgrond blijft. Dus ja, dat. Dat is eigenlijk wat er een beetje speelt. Ik heb natuurlijk wel dat ik heb 3 kinderen waar ik voor moet zorgen. En dat moet gewoon goed blijven gaan. Dus daar was hij het ook mee eens. Maar hij zei ook, ik wil ook dat je als het dadelijk wat rustiger is, dat je naar alternatieven gaat kijken. En dat gaan we ook doen hoor. Dat is ook echt wel zo. Maar van de pijnstillers volledig afkomen zal ik nooit komen waarschijnlijk. Maar het zal wel iets of wat vergemakkelijken op bepaalde manieren. Ik heb ook ermee over gehad van wat dan en wat ik zelf van plan was. En daar stond hij eigenlijk ook gewoon achter. Zeg maar, dit plan staat eigenlijk al bekend een heel jaar. Ik zeg dus ja, hè? Ik zeg, als je dan iedere keer zieke kinderen hebt, terwijl je eigenlijk de vrijdagochtend voor jezelf zou hebben. Ik zeg, een keer is dat niet erg. Ik zeg, maar blijf maar doorgaan. Dus hij zei ook, dan bestrijden we op dit moment gewoon jouw lichamelijk probleem. In de zin van dat jij gewoon gedwongen rust moet nemen dan. En dat ik ook gewoon fatsoenlijk ga slapen straks. Want door de pijn doe ik dat momenteel dus ook niet. Dus vandaar... want ik pieker ook niet of zo. Ik heb op dit moment helemaal niks te piekeren in die zin. Dat je daarvan wakker gaat liggen. Wat ik wel heb is gewoon enorm veel pijn in mijn lijf. En dat is gewoon niet de bedoeling. Dus vandaar. Ik ben nu even aan het opruimen. Want het is hier een grote pestbende. Ik ben daar gewoon even op mijn gemakje aan het doen. Jordi die zit gewoon lekker in zijn eigen wereldje. Liam en Sam zitten lekker in hun eigen wereldje. En ik ga heel even hier opruimen op mijn gemakje. Gewoon lekker eventjes dingetjes doen. Ja, lekker. Ik vind het ook wel fijn om het even te kunnen doen, zeg maar. Zonder dat ik gehuil aan mijn hoofd heb. Dus dat is wel fijn. Daarnaast ga ik dadelijk eten aanzetten. We eten gekookte aardappels met spinazie. En de kinderen eten vissticks. En wij eten iets knapperigs met vis. Prima. Dus dat eten we dadelijk. Niels is ondertussen naar mijn ouders toe gereden, want mijn moeder heeft kieletjes voor de kinderen gemaakt. Als jullie mij volgen, dan hebben jullie dat al gezien. Dat voor mij, Niels is er nog mee bezig. Die krijgen we zondag mee. Zondag gaan Niels en ik ook die kinderen wegbrengen. Zodat we zondag carnaval kunnen vieren en dat we gewoon even Niels en Mandy zijn. Dat. Dus dat is wat we doen. Ik ben straks bij de Lidl geweest en als ik tonijnsalade maak en dat soort dingen, wil ik het gewoon in glazen bakjes hebben. Deze, glazen bakjes. Dus ik heb deze gehaald. En ik had nog wat foodcontainers waar ik af en toe zo langs grijp. Dat ik zoiets had van, nou die zijn ook wel handig, dus die heb ik gehaald. Dus die ga ik even allemaal in de vaatwasser douwen en zorgen dat alles weer aan staat. En je ziet me krabben, maar ik heb overal eczeemplekken zitten momenteel. Doordat ik lichamelijk gewoon niet goed in mijn vel zit. Ik ga dus even hier de bende opruimen en aan de slag.
Een hele goede morgen. Normaal had ik de vlog afgesloten. Gaan we deze keer niet doen, want dit wordt een weekvlog. Ik ga ook eventjes vakantie nemen. Maar daarover later meer. Ik heb... Jordi moet nog omkleden, maar ik heb Sam al klaar in Oeteldonk-tenue. En ik heb Liam ook klaar in Oeteldonk-tenue. Yay! Ben je mooi? Dus ja, hun zijn klaar voor carnaval op school. Ik ga Jordi even aankleden en dan zorgen dat iedereen op school komt, behalve Jordi. Nou, daar zitten we dan, hè. We hebben Jordi net, of Liam net afgegooid. En je hebt nog steeds een snotneus. Ik had hem afgedaan, hè. We zijn inmiddels een kleine 20 minuten buiten en het is opgedroogd. Yay! Hè? Jordi die is vandaag verkleed als Garfield. Dus dat is onze Garfield vandaag. Ja, en we mogen niet te lang stil blijven staan, want dan is het een probleem. We moeten even wachten, want we moeten Sam zo wegbrengen. En dan gaat Sam ook een feestje vieren. En dan gaat mama even wel met Jordi naar de winkel. Ik moet een paar dingen even halen. En dan... Jordi is niet blij. Hij heeft buikpijn. Het begint nu allemaal een beetje los te komen. Wat de afgelopen tijd allemaal vastgezeten heeft, komt er nu allemaal uit. Maar ja, we gaan het zien. Ja. Ik ben weer thuis. Onze Garfield zit weer op zijn plek. Ik heb wat boodschapjes gehaald. Want we eten vandaag rundergulasch. En ja, daar had ik nog één dingetje voor nodig. Even wat brood gehaald. Dus ja, dat heb ik allemaal weer in huis. Ik ben even gauw de Action in geweest. Want ja, hè. Ik had een aantal dingetjes nodig. Ik moet om... 9:45 moet ik gaan hier. Zodat ik Liam op ga halen. Dat heb ik ook geregeld. Want Sam en Liam zitten eigenlijk zeg maar bij elkaar. Niet in de groep, maar wel op hetzelfde schooltje. Dus ik heb geregeld dat ik Sam ook gelijk meeneem. Maar ja, ik weet nu al hoe dat gaat waarschijnlijk. Omdat het dus anders is. Heb ik even een kleinigheidje gekocht. Zodat hij eventjes kan afgeleid worden. Dus dat. Dan gaan we verder zien. Ik heb alles en iedereen opgehaald. Ze zijn allemaal thuis. Dadelijk gaan we een keer een broodje eten. En dan is het alweer zover. Maar ze hebben het leuk gehad op schooltje. Daar gaat het om. Sammy heeft al geslapen. Jordi en Liam nog niet. Maar ik ben Liam een beetje beu. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb hem in zijn tent neergelegd. Hey, lekker blijven liggen. Ja, lekker blijven liggen. Dus daar ligt hij nou. Ik hoop dat hij zo even in slaap valt. Hola. De kindjes liggen in bed. Volgens mij slaapt eigenlijk vrijwel iedereen al. Misschien Sam niet, maar Liam en Jordi hadden niet geslapen vandaag. Dus En we hebben net hier opgeruimd. Dus alles is kan en kruiken. Ik heb nog een hele hoop was opgevouwen. En nu, je ziet al licht op mijn schijnen, ik ga even mijn nagels doen. Waarom? Omdat hier eentje aan het afbreken is. Niet zo blij mee. Niels die is eventjes bezig met de administratie van zijn werk. Van zijn bedrijfje. En ik ga eventjes Mandy tijd pakken. Ja, Jordi? Echt waar? Ja? Goedemorgen. We zijn al een paar uur wakker. We zitten lekker een broodje te eten. Jordi wilde niet. Dus dat is prima. Ik had een comment gekregen over het feit dat mijn kinderen heel veel achter de tablet zitten. Wij zijn nu al bekant 2 uur beneden. De tablet die Sam nu vast heeft, die was voor Liam neergezet omdat Liam overprikkeld was. En Liam was weer gaan spelen en Sam pakt de tablet. Ik had een comment gekregen over het feit dat de kinderen te veel achter de tablet zitten. En gelukkig film ik niet 24/7, want dan zou ik echt vermoeid zijn. De kinderen zitten niet 24/7 of heel veel achter de tablet. Dat zijn de momentopnames die je ziet. En wat je ziet is het moment dat er geen kind rond me heen hangt. En dat ik eventjes snel kan vloggen.
Dat is het. Dat is de situatie momenteel. Vloggen met een kind op je arm of wat dan ook is niet altijd toelaatbaar namelijk. Want op dat moment geef ik mijn aandacht volledig aan mijn kinderen. En niet aan een vlog. Dus ja, dat is de reden dat je ze op een tablet ziet kijken. Dat heeft niks te maken met het feit dat ik de kinderen afscheep of wat dan ook. Maar de tijd dat ze tablet kijken, heeft mama de tijd om bepaalde dingen te doen. Op een gegeven moment halen we de tablets weer weg. En dan gaan ze gewoon spelen. Zoals nu ook. Jordi zit gewoon lekker te spelen. Zit gewoon heerlijk te spelen. Al 2 uurtjes doet hij dit. Hij zit op de bank. Hij is van de bank. Hij zit op de bank. Hij is van de bank. Liam, die is overprikkeld geraakt door het feit dat hij zichzelf heel erg druk aan het maken was. Dus ja, die hebben we even achter een tablet gezet om te ontprikkelen. Maar er zijn heel veel hulpinstanties bij ons. Die bij ons, zeg maar, meekijken nemen binnen ons huishouden. En die zeggen zelfs van, als Liam zo overprikkeld is, je moet je gezin draaiende houden. Geef hem die tablet. Bij Jordi idem dito, geef hem die tablet. Ik heb 3 kinderen. En ik geef ze aan alle 3 evenveel aandacht. Dus, ja. Ik kan niet altijd vloggen op een moment dat de kinderen geen tablet heeft. Dat is oneerlijk ook voor de kinderen. Ik wel op de telefoon en hun niet op de tablet. Dat is niet eerlijk. Dus vandaar dat ik dan eigenlijk vrijwel nooit vlog. Trouwens, er is geen haat naar die persoon hoor. Ik snap ook wel dat als je 24/7 zou vloggen, dat je precies ziet hoe het hier aan toe gaat. Maar dat ik de duidelijke keuzes maak om bepaalde dingen wel te laten zien en bepaalde dingen niet. Waardoor je dus bijvoorbeeld, het lijkt dat ze heel veel op de tablet zitten. Snap ik ook wel. Maar onthoud, je ziet niet alles heel de dag. Ik film niet 24/7, want dan zou ik wel met Big Brother of zo een afspraak hebben gemaakt dat ze hier komen filmen. Dus ja, dat. Dan nog heel eventjes uitleg over hoe ik het wil gaan indelen. Kijk, daarom kan je dus niet filmen. Ja, dat is gewoon zo, hè? Ja, en Jordi heeft weer buikpijn, dus die gaat even buik hangen. Ja, die gaat even buik hangen en bij je vrouw kijken. Ja, nou ben je niet meer in. Hey, en dan nou wel, zeg je kiekeboe. Kiekeboe. Zeg je kiekeboe. Anyways. Oh, hij doet het niet. Hoe dan? Hè? Ja. Ja, schat. Nou, dit is dus wat er gebeurt als ze geen tablet hebben. Dan zitten ze bovenop me continu. YouTube Kids. Rustig aan, Jordi. Ik weet dat je buikpijn hebt. Zo. Alsjeblieft. Dan kan hij eventjes buik hangen. Want hij heeft buikpijn. Nee, wij. Hoe ik het wil gaan indelen. Dat was het. Dat was wat ik wou bespreken. Anders heb je dus continu van dit soort onderbrekingen. Kiekeboe. In de vlog. Daarom vlog ik dus niet op het moment dat er een kind bovenop me zit. Dus één moment, ik ga het zo even aankijken. Dat is al, ja. 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 Hoe ik het wil gaan indelen. Ik wil eigenlijk tot begin maart wil ik een pauze in gaan starten. In gaan lassen. Wat ik in die maand ga doen is gewoon, als ik iets leuks film of wat dan ook, dat in een maandvlog gaan doen. Er komen ook geen dagen bij te staan, et cetera. Ik ga niet bijhouden hoe en wat. Ik ga echt wat dat betreft wel een vakantie houden. Nee, schatje. Nee, 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 nee. Nee! Ja. Hé, laat je broertjes met rust. Hier,
Kijk eens, niet doen. Nee, wil je niet? Oké. Okay. Nou, dat dus. Daarom film ik dus niet als ze niet achter een tablet zitten. Want dit is continu. De hele dag door. Dit. Blijf hier eens vanaf. Het is nou klaar. Nee. Dus, ja. Dat. Nu word ik weer naar de kamer geduwd. Nu word ik weer weggetrokken. Dus zo'n vlog wordt het dan. Dus ik denk ook niet dat dat heel prettig is voor iedereen om te zien. Als ik continu aandacht moet hebben voor de kinderen en et cetera. Dus dat. En nee, ik zet ze niet achter een tablet om even te kunnen vloggen. Zo moeten jullie het niet zien. Op het moment dat ze achter een tablet zitten en rustig zijn. En ik denk van, oh, nu kan ik even vloggen. Dat is het eerder. Maar genoeg daarover. De indeling. Ik wil ongeveer een maand rust nemen. Dus ik wil eigenlijk in de tweede week van maart ergens. Wil ik weer iets van een vlog gaan uitbrengen. Ik weet nog niet in hoe en wat. Maar in ieder geval de tweede week van maart ga ik weer iets erop zetten. En dan zal het op maandag of op vrijdag zijn. Ik heb sowieso een Instagram. Ik heb een Facebook groep. Er staan allemaal linkjes van onder in de beschrijving. Dat is wat ik heb in principe. Dus ja, daarop ga ik natuurlijk wel delen wanneer ik weer ga starten. En op mijn Facebook groep ga ik gewoon nog wat dingetjes delen die er door de maand heen gebeuren. Die ga ik niet hier op YouTube plaatsen. Daar zitten ook volgers die mij al langer volgen en die meer hebben gezien van mij. Hallo, wat ga je nou doen? De zeewier. Ik weet niet of jij dat lust. Zeewier, wil die eten? Dan moet je happen. Kijk eens. Moet je happen. Happen. Ah. Ja, dan moet je het ook niet pakken. Ik ga heel eventjes zorgen dat hij iets te doen heeft. Daar ben ik weer. Ik heb ze even allemaal aan de tablet gezet. Want het ging eventjes verkeerd. Ik wil in de tweede week van maart wil ik weer iets gaan uploaden. Ik weet niet wat. Misschien dat het een maandvlog is. Ik weet niet wat. We gaan het zien. Maar ik heb natuurlijk een Facebookgroep waar mensen zitten die mij al een stuk langer volgen. Die weten ook wel hoe de vork aan de steel zit. Dus verantwoorden hoef ik mij sowieso niet. En ik voel me eigenlijk niet geroepen om mijn eigen gewoon te verantwoorden. Wel uitleg geven, maar niet verantwoorden. Dus dat. Vandaag vlog ik nog. En morgen doe ik nog vloggen dat we de kindjes naar mijn ouders brengen. Maar dan op het moment dat we thuis zijn, sluiten we ook de vlog af en gaan we lekker carnavallen. Dat is wat we gaan doen. En dan ga ik vakantie houden. Ja, zoals ik al zei, de mensen die mij al langer volgen weten wel hoe de vork aan de steel zit. Daar hoef ik vrij weinig over te zeggen. Die weten het moment dat ik zeg ik neem pauze, weten ook waarom ik pauze neem. En daar hoef ik geen verantwoording over te geven. Dus ja, dat. Vooral dat. Dus ja, zover mijn uitleg en gezeik. En nou gaan we weer tot de orde van de dag. En ga ik even luiers doen. Want die verschoon ik van Jordi gemiddeld 15 per dag. Van Sam gemiddeld, even kijken, 1, 2, 3. Ook een stuk of 8 per dag. Van Liam ook een stuk tussen de 8 en de 10 per dag. Dus ja, dat is alleen al een dagtaak. Niels is thuis. We hebben gegeten. En we hebben iemand in slaap. Boom on time.
Dus ik denk dat we de boswachter maar moeten bellen, Niels. Ja, dat iemand bomen gaat omdraaien. Ja, dat dat ongepermitteerd is. Ja, dus dat. Liam is nog wakker, Sam ligt ook op bed. En ja, het is zaterdag, dus we doen maar wat we denken dat goed is vandaag. Nou, iedereen slaapt. Ik heb Niels gezegd, ga jij maar even naar de winkel toe. Zodat ik niet weg hoef. We eten vandaag lekker gebakken ei. Het is al lang geleden dat we dat zo op brood hebben gegeten. En daar doe ik dan komkommetjes, tomaatjes, dat soort dingen allemaal bij. En Jordi vindt dat ook helemaal geweldig, dus dat is goed. Dus ja, dat. En nou ga ik lekker even op de bank zitten. En even niks doen. Lekker. Ondertussen, ik heb de boswachter gesproken, had geen tijd. Ik zweer het je echt, ik zweer het je. Ik heb echt geen kind van de melkboer. Zijn vader snurkt net zo. Ik zweer het je echt. Niels die snurkt ook zo. Echt, ik heb echt geen kinderen van de melkboer. Ze lijken allemaal op mijn vader. Goedemorgen trouwens, het mag nog net. En wij gaan nu onderweg naar huis en carnaval vieren. Jee. Maar dat betekent ook dat dit ook het einde van de vlog is, want ik ga niet met mijn zatte kop filmen nog. Dus dat betekent dat dit het einde is van deze video. Maar ook voorlopig even het einde, we gaan even vakantie vieren. Hou een maand voor en dan gaan we de rest wel weer zien. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken en tot de volgende over een maand.